Dit is Den Haag in 60 seconden. Den Haag staat dinsdag in het teken van Prinsjesdag. Het is voorlopig de laatste keer dat de Gouden Koets te zien is op de derde dinsdag van september. De koets wordt de komende jaren gerestaureerd. Het wordt de grootste commerciële stadsboerderij van Europa. Op het dak van het voormalig kantoorgebouw De Schilde aan de Televisiestraat in Den Haag komt een grote kas. En hier worden straks tomaten en kruiden gekweekt. Paul van Vliet heeft maandagavond met een speciale verjaardagsvoorstelling opgetreden in Theater Carré Amsterdam. De 80-jarige Haagse cabaretier werd tijdens de show geassisteerd door Joep van het Hek, leidenaar Jochem Meijer, Herman van Veen en Bert Visser. En een jonge havik heeft een duif met huid en haar opgegeten. Op zich niet zo vreemd, maar in dit geval kroop de roofvogel in een duiventil aan de Copernicusstraat om de sierduif te verorberen. En tot zover Den Haag in 60 seconden.